Specialist. Ontdek het gemak van fietsen op een e-bike. Net dat extra steuntje in de rug. Profiel, de fietsspecialist.nl. Boerderijwinkel Het Zand. Bij ons vindt u streekgebonden producten regelrecht van het land. Diverse groentes, fruit en verschillende soorten meel, wijn en jams. Heerlijke boerenzuivel. Boerderijwinkel Het Zand, Molenweg 2. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 8:15 tot 5:00. Kijk ook op www.boerderijwinkelhetzand.nl. Kom ook eens een kijkje nemen in de gezelligste kringloopwinkel van Gelderland. Twice is nice te Huizen. Wij hebben een breed assortiment in onze kringloopwinkel. Tafels, stoelen, banken, bedden, kasten, witgoed, kleinhuisraad, kleding, LP's, video's, curiositeiten. Gewoon te veel om op te noemen. Voor ieder wat wils. Heeft u bruikbare spullen, dan halen wij die bij u op. U vindt Twice is Nice in de Nijverheidsstraat 33C te Huizen. Industrieterrein Het Pannenhuis, tussen de Praxis en de Floor Factory Het Steegje in. Tot ziens bij kringloopwinkel Twice is Nice in Huizen. Maak kennis met het culinaire Griekenland in restaurant Athene in Huizen. In onvergetelijke maaltijd en uitstekende bediening in een gezellige Griekse sfeer. Geniet van de traditionele Griekse keuken tegen scherpe prijzen. Grieks restaurant Athene is dagelijks geopend van 4 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Afhalen na bestelling is mogelijk. Grieks restaurant Athene vindt u in de Vierakkerstraat 38 in Huizen. Telefoon 026 325 0055. Kijk ook op onze website www.athenehuizen.com. Een hele goede middag en welkom weer bij een nieuwe uitzending van Lingewaard Lokaal Info Live. De komende week zult u iets heel anders zien bij Lingewaard Lokaal, want we zitten deze week in een samenwerkingsverband met lokale omroepen. En dat houdt in dat we gezamenlijk uw verslag doen van de Nijmeegse Vierdaagse. Dat is zowel op radio als op televisie. Dus onze reguliere programma's vervallen. Wat de herhaling van deze uitzending betreft, die kunt u zien via internet. En dan kijkt u op Uitzending Gemist of helemaal onderaan onze internetpagina op onze YouTube-pagina. Dus wat dan gaat, hoeft u deze uitzending in ieder geval niet gemist te hebben. Er is veel te doen rondom de multiculti-functionele centra's in Huizen, of hoe dat ze ook mogen gaan heten. De een heeft geen onderbouwd plan, de ander mist aangevraagde subsidies en de ander, ja, wie weet. Afgelopen donderdag was er een raadsvergadering en daarin werd onder andere het kerkplan in Bemmel gesproken. Tijdens de pauze sprak ik met Micha Heinekes. Wat ik
proef uit de reacties van raadsleden is dat zowel de Kinkel als u uw huiswerk niet gedaan heeft. Ja, nou van de Kinkel weten we dat zeker. Die heeft een beleidsplan voorgelegd voor onderzoek aan de ICS. Waarvan ze ook van tevoren natuurlijk wel wisten dat dat helemaal niet de zaken deed. Men wist precies welke vragen wij te beantwoorden hadden. Mm-hmm. Dat had te maken met het feit dat het second opinion onderzoek op ons plan heeft geleid tot heel veel aanbevelingen vanuit ICS. En de opdracht die we hebben gekregen, die was om die problemen die door het ICS in het eerste onderzoek waren onderkend, dat wij die zouden oplossen. Dat is ook gebeurd, hè? En de drie hoofdvragen waren erbij. Kan iedereen erin die erin moet? Twee, is het financierbaar? En drie, is het te exploiteren? Ja. En op alle drie vragen was het antwoord ja. Dat hebben we nog een keer voorgelegd ook aan het ICS. En zo klopte het. Onderzoek wat zeg maar bij de Kinkel is gebeurd, daar heb ik nu ook kennis van genomen. Dat gaat daar allemaal helemaal niet over. Het gaat over hele andere dingen. Ik begrijp niet hoe dat heeft kunnen gebeuren, maar dat is dus gebeurd. En ja, kennelijk worden wij nu voor gestraft voor het feit dus dat de Kinkel zijn huiswerk niet heeft gedaan. Dat ja. is onze conclusie. Ja, want er zou per juni zou er een go of no go komen, ja. maar... Wat is er nu aan de hand? Ja, nou, dat was de afspraak met de raad, hè, dus, en met, ook met het college. Juni, hè, jullie leveren op tijd in. We willen het in mei hebben. In juni willen we het aan de orde hebben, want we willen graag die provinciale subsidie voor jullie plan willen we wel graag waarborgen. Nou, dat is dus eigenlijk zo hebben wij dus ook gedaan. Hè. Wij hebben begin mei het plan ingediend en nou, vervolgens weten we wat er nou gebeurd is, want er gebeurt dus niks mee. Er komt geen no-go beslissing. Ja, en dat heeft ermee te maken dus dat er geen vergelijkbaar Kinkelplan voor ligt. Ja. Zit er nu een kans in dat u uw subsidie verspeelt doordat er nu een rem op het hele gebeuren staat? Ja. Die kans is behoorlijk aanwezig. Kijk, die subsidie ligt eigenlijk bij de provincie al een jaar op de plank. He, dus in de eerste ronde van dit impulsplan, daar waren wij al ruim een jaar geleden in opgenomen. Heeft men gezegd, jullie komen eigenlijk in aanmerking daarvoor volgens alle voorwaarden die wij ervoor hanteren. Maar men heeft wel gezegd, de eerste transitie loopt af op 1 oktober 2014. Dus voor die tijd moeten wij dan wel dat plan hebben. Helemaal gereed, alles rond, om het ook van die plank af te kunnen halen. Ja. Er komt nu wel een tweede tranche, hebben wij begrepen. Maar we weten niet hoeveel geld erin zit. We weten ook niet hoe groot de aanvragen erop zijn. In ieder geval is er geen garantie meer op de 500.000, wat we in eerste instantie wel toegezegd hebben gekregen. Ja, nu was onder andere de reacties van de raadsleden dat een hele hoop plannen niet onderbouwd zijn. En met name de financiën. Ja. Heeft u uw financiële zaken op orde? Ja, hebben we helemaal op orde. Ja. Nou, dat wil zeggen, als die dekking van de provincie er komt en als ook de gemeentelijke toezegging van 6 ton er komt. Want daarnaast hebben wij dus ook een aantal private bijdragen. Dus er is een Micorazon, dat is een stichting, die heeft een bijdrage van 3 ton toegezegd. Met MGZ kunnen wij een hypothecaire lening aan van 3,5 ton. En wij moeten zelf ook nog 1,5 ton bij elkaar zien te krijgen. Maar dat is niet zo'n heel groot probleem. Dat binnen de projecten met een omvang van 2 miljoen wat we hebben, is eigenlijk zelfs het uitgangspunt, dan moet je eigenlijk daarvan toch wel minimaal 3 ton, 3,50 zelf kunnen binnenhalen. Wij willen 150.000 binnenhalen, dus dat komt wel in orde. Dat zit wel goed. Ja. Waar ik mij eigenlijk ook in deze raadsvergadering toch een beetje aan stoor, en daar ga ik ook nadere informatie over vragen, dat is dat er nu gesproken wordt over een onvoldragen plan. Wij hebben vorige maand gesproken met de wethouders Jansen en Peren. Daar hebben wij met zoveel woorden gevraagd van, zijn wij klaar of zijn wij niet klaar op basis van wat we nu hebben ingediend. Jullie hebben voldaan aan je opdracht. Met zoveel woorden gezegd. Nu wordt er gezegd van, ja, nou komt de pastorie erbij. Dat is voor ons helemaal nieuw. Dat is helemaal niet nieuw. Ik heb in een maartbijdrage al verteld aan de raad, dus dat de pastorie erbij zou worden gevoegd als een mogelijkheid. Nou, zo staat het ook in ons plan. Het is een mogelijkheid. Het hoeft niet. Als het moet, dan kan het erbij en dan is het zelfs voor ons financierbaar. Oké. Hoe nu verder? Weet ik niet. Ik weet het niet. Ik wacht het nu wel af. Wij hebben als stichting gezegd, wij zijn volstrekt afhankelijk van het besluit van de politiek. Er zijn partijen geweest die hebben ook contact met ons opgenomen en gezegd van, ja,
dit is toch een raar proces wat er nu gebeurt. Hebben we gezegd, dat vinden wij ook. Dus we zijn in ieder geval blij dus dat die het vanavond voor ons hebben opgenomen. Het is mij opgevallen dat er weinig partijen anders ons voor ons hebben opgenomen. Dat vond ik wel opmerkelijk eigenlijk. Maar goed, wij worden ook gesteld als een vrijwilligersgroep. Alsof de Kinkel, dat is de enige opposant, ook zo'n soort vrijwilligersgroep is. Dat is niet zo. Nee. Wij vertegenwoordigen namelijk 80% van de verenigingen binnen Bemmel. Die er ook allemaal in willen. Dus dan moet men niet zeggen van ja, dat is een groepje vrijwilligers. Als, of het de anderen ook zijn. Dat is niet vergelijkbaar in ieder geval. Dat kunnen we ook aan het ICS nog voorleggen. Ja. Gaat u toch lekker op vakantie? Ik ga toch rustig slapen op vakantie. Want kijk... Kijk, uiteindelijk zit ons leven er niet aan vast. We zagen dit als een prachtige kans. En we hebben ook die opdracht gekregen van de gemeente en van de raad 1,5 jaar geleden. We hebben een prachtig plan hebben we gepresenteerd. We hebben dat afgelopen zondag ook in de kerk hebben we dat gepresenteerd aan de Bemmelse bevolking. Daar zijn meer dan 250 mensen op afgekomen. Dol enthousiast. Er was een enkeling kritisch, maar dol enthousiast. En ik denk van nou, wat willen we nou nog meer? Okay. Ja, wat willen we nog meer? Nou, wat wij in ieder geval meer willen, is dat we ook eens willen horen hoe het Kinkelplan eruit ziet. Dus in de volgende uitzending gaan we proberen om iemand van die groep voor de camera te krijgen en een reactie te geven op hun plan. Ja, we kwamen ze afgelopen weekend al tegen. De caravans, de vouwcaravans, de campers, de vakantie is begonnen. Zo ook voor de scholen. Ja, een hele hoop mensen gaan op vakantie, maar er zijn er ook nog steeds een hele hoop die niet op vakantie gaan of kunnen. En dan is natuurlijk een speelweek, een kindervakantieweek, is voor de meeste ouders een uitkomst. Want lekker het kroos naar de speelweek en de kindervakantieweek toe. En pa en ma kunnen dan heerlijk thuis lekker in de tuin gaan zitten of een dagje voor zichzelf hebben. Nou, in Gent wordt al 7 jaar lang door de vereniging van Speeltuin Hulhuizen een speelweek georganiseerd. Deze keer kreeg hij de titel mee Speelweek TV. Ja, en dat wekt natuurlijk onze nieuwsgierigheid. U bent coördinator van Speelweek TV, het thema van de speelweek van de speeltuinvereniging Hulhuizen. Laten we eens beginnen met de speeltuinvereniging. Hoe bent u daar terechtgekomen als spelend kind? Ja, uiteraard. Ik kom hier uit Hulhuizen zelf. Dus vanaf het begin af aan spelend in de speeltuin. Later als voetballend lid. Ja. En we zijn nog steeds actief als voetballend lid. Niet meer in competitieverband, maar we voetballen hier op de maandagavond nog met een clubje oud-gediende. Dus vandaar altijd bij de speeltuin en speeltuinvereniging betrokken geweest. Ja. Nou zitten we hier voor eigenlijk de nieuwe trots van de speeltuinvereniging. Een heel nieuw gedeelte. Hoe is dat gerealiseerd? Want ja, het kost toch het een en ander. Nou ja, de vereniging voert wat dat betreft een heel goed financieel beleid. Ik denk dat we redelijk zelfstandig zijn buiten de subsidies van de gemeente. We hebben elk jaar ons Pinksterfestijn wat we gebruiken om de exploitatie voor het hele jaar rond te krijgen. En daarnaast uiteraard de inzet van alle vrijwilligers en betrokkenen die de speeltuin een warm hart toedragen. Ja. Om het gerealiseerd te krijgen. Ja. Speeltuin is eigenlijk iets van vroeger. Maar als ik de accommodatie hier bekijk, gigantisch groot. Hoe trekken jullie dat rond? Nou ja, goed, je zegt het, speeltuin is iets van vroeger. Maar ik denk dat een speeltuin van alle tijden is. Je ziet steeds vaker dat opa's en oma's overdag met de kleinkinderen hier komen. Mm-hmm. En dat spelen, buiten voornamelijk ook, dat toch van alle tijden is. En dat op het moment dat je kunt een speeltuin zoals dit kunt aanbieden, dat vanzelf kinderen trekt. Ja. Speeltuinvereniging, bewust voor gekozen. Hoe groot is de vereniging? Nou, de vereniging bestaat, ik weet de exacte getallen niet precies, maar uit meer dan 800 leden. En we praten iets van 1400 kinderen die zouden kunnen komen spelen. Ja, dus het voorziet
klaarblijkelijk in een behoefte. Ja, dat zien we duidelijk. We zien ook duidelijk een groei de laatste jaren. Ook doordat we zeg maar, als speeltuin ook veel tijd en energie hebben gestoken in ja, nieuwe ontwikkelingen, nieuwe gedeelten. Je merkt gewoon dat mensen aantrekt. Ja, ja. Dan de Speelweek is een aparte activiteit, een jaarlijkse activiteit. Voor de hoeveelste keer wordt die georganiseerd nu? Dit jaar is de zevende keer dat we de Speelweek organiseren. En het is een van de activiteiten die de vereniging het jaar door organiseert. Ja. Ik kan me voorstellen dat je alleen maar met Speelweek kom je er niet, dat je er iets van een thema aan moet geven. Wat is het dat dit jaar? Ja, we hebben dit jaar gekozen voor Speelweek TV. En de bedoeling is dat we de hele week allerlei activiteiten organiseren in het kader van televisieprogramma's. En dan kun je denken aan Wie is de Mol, Renje Rot en allerlei andere activiteiten die we de hele week door hebben. Ja. De kinderen, zijn die de hele dag onder de pannen dan? Ja, we draaien een programma van 9 tot 4. De kinderen blijven ook de hele dag hier bij de activiteiten. Dus ze zijn de hele dag hier. En op de woensdagavond hebben we de overnachting. Ja. De maandagsmiddags komen de kinderen komen hier. Die zetten allemaal hun tentje op het terrein op. Daar verblijven ze de hele week in en woensdag op de donderdag is overnachting. En dan is het natuurlijk de kunst om zo lang mogelijk wakker te blijven. Dus dat is altijd een geweldige gebeurtenis. Ja. Ja, het lijkt me een heel spektakel te zijn. Want wanneer slapen kinderen behoudens dat ze gaan kamperen natuurlijk in de vakantie met hun ouders? Wanneer slapen ze in een tentje? Ja, je ziet wat je ook ziet is dat kinderen hier eigenlijk hun eerste kampeerervaring opdoen. Zijn kinderen van 6 tot en met 12 jaar die deelnemen. En je ziet heel veel kinderen die voor het eerst hier kamperen. En wat we ook zien is dat, en dat geven we ook van tevoren altijd aan, ouders wees bereikbaar, want er gaan nog wel eens een keer wat kindjes met buikpijn naar huis. Ja. U had het over ouders. Hoe reageren de ouders op de speelweken? Nou, we krijgen eigenlijk niks als lof voor de wijze waarop we de speelweek organiseren. En de wijze waarop we de kinderen die week bezighouden. Dus eigenlijk alleen maar positieve reacties. En dat zien we ook met de hulp van de ouders. Die ook bereid zijn om een handje toe te steken. Ja. Speeltuinvereniging Hulhuizen. Houdt het in dat het alleen voor de kinderen van de speeltuinvereniging is? Of mogen ook andere kinderen naar deze speelweek komen? Nee, het is puur bedoeld voor de kinderen van de leden. Maar ja, zoals ik al zei, we hebben 800 leden. Dus dat zijn al zeer veel kinderen. We zitten dit jaar op 240 kinderen. Dus dat is al heel veel. Dus als we dat openstellen voor heel Gent, dan kunnen we dat denk ik organisatorisch niet handelen. Dus vandaar dat we het op deze manier gedaan hebben. En op deze manier hopen we natuurlijk ook de speeltuin en het lidmaatschap van de speeltuin wat aantrekkelijk te maken. Ja. Ja. De activiteiten en de begintijden en dergelijke, zijn die op mijn website te vinden? Ja, op www.hulhuizen.nl staan naast de gegevens voor de speeltuin, staat ook een apart gedeelte voor de speelweek. Daar staat het hele programma staat daar vermeld en alle wezenswaardigheden. Ja, voor de kinderen dus buiten Gent, jammer dan. Maar ongetwijfeld zullen er in de andere kernen ook vakantieactiviteiten georganiseerd worden. Ik weet sowieso dat er in Angeren weer een kindervakantieweek op de agenda staat. En ook in Haalderen bijvoorbeeld. Dus wat dat er gaat, je kunt nog naar alle kanten uitwijken. Goed, we staan aan de vooravond, zoals dat zo officieel heet, van de Nijmeegse Vierdaagse. Dinsdagmorgen hebben we weer de doorkomst in Bemmel. En ze lopen door natuurlijk naar Huissen toe. En in Bemmel speelt ook het Zwitserse orkest. Die zijn gisteravond, dus zaterdag, aangekomen. En alvast voor u, woensdagavond is er in de Donatuskerk een galaconcert. En dat willen we sowieso zeer bij u aanbevelen. Maar even terug naar de Vierdaagse. Vierdaagse is natuurlijk het wandelfestijn ter wereld. En er zijn duizenden mensen die een sportieve prestatie willen volbrengen.
Er zijn er ook heel veel die lopen voor de gezelligheid. En steeds meer zie je mensen lopen voor een goed doel. Nou, ook het Huissen zijn er dit jaar weer twee mensen. En die voeren actie voor het Alström-syndroom. Voor een paar maanden terug is daar een keer bij TV Gelderland een reportage over geweest. Twee jongens uit Huissen die lijden aan deze erfelijke aandoening, als ik het zo mag noemen. Nou, waarom nou de familie van Marwijk, want daar heb ik het over, Albert en Lisa, waarom dat die nu deze stichting gekozen hebben als goed doel voor hun vierdaagse loop, dat vertelt Albert u zelf. Meneer Van Marwijk, prachtig weer. Ideaal weer om te lopen, of niet? Ja, dat klopt inderdaad. Het ziet er goed uit voor de vierdaagse. Ja. Dus wat dat betreft, zoals het nu ervoor staat, hoeven we niet te mopperen. Ja. Ja. Waarom gaat u vierdaagse lopen? Ja, de vierdaagse is eigenlijk ontstaan toen ik op jonge leeftijd met een aantal vrienden eigenlijk het idee kreeg van zullen we met een groepje gaan lopen? En ja, dat is eigenlijk alsmaar door blijven gaan. Ik heb ruim 30 jaar geleden ben ik eraan begonnen. In eerste instantie met vier vrienden. Uiteindelijk heb ik ook nog een aantal jaren alleen gelopen. En het trekt me toch iedere keer. En ik ben schijnbaar zo enthousiast dat mijn dochter inmiddels ook al begonnen is. Ja. Die is ook met het virus besmet. Ja. Ja, virus besmet. Maar ondanks dat je besmet bent, zou je toch behoorlijk moeten trainen voor de vierdaagse. Ja, over het algemeen. In de beginjaren hebben we veel getraind. En over het algemeen raad ik het ook iedereen aan. De laatste jaren train ik zelf eigenlijk niet speciaal voor de vierdaagse. Mm-hmm. Ik begin eraan en ik probeer het tot een goed eindresultaat te brengen. En ik zie hetzelfde eigenlijk gebeuren bij Lisa. Die is nu de laatste 6 jaar er ook aan begonnen. En die loopt hem ook eigenlijk zonder specifiek ervoor te trainen. Ja. Nou, heeft u dit jaar uw lopen aan de vierdaagse met een goed doel gekoppeld? Waarom? Ja, dat klopt. Nou, Lisa had met name ook al het idee van, nou, als we de vierdaagse gaan lopen, is het misschien wel leuk om daar een goed doel aan te koppelen. En nou, een maand of twee geleden kwam het magazine van Lingewaard, Kern 7, kwam uit. En daar stond het verhaal in van een gezin in Huissen met 3 kinderen, waarvan 2 kinderen eigenlijk een ernstige ziekte hebben. Ja. En het is een vrij zeldzame ziekte. En dat bracht ons op het idee om te proberen om die stichting zeg maar te gaan promoten. Ja. En proberen of dat we daar donaties voor binnen kunnen krijgen. Ja, over wat voor ziekte hebben we het eigenlijk? We hebben het dan over de ziekte van het syndroom van Alström. En dat is een genetisch bepaalde ziekte. De kinderen in dit gezin die hebben op jonge leeftijd eigenlijk al problemen ondervonden. Er is nog weinig over bekend over die ziekte. Ze schatten ook dat het wereldwijd 800-900 patiënten betreft. Dus het is voor iedereen eigenlijk onbekend. Ja. We hebben een gesprek gehad met het gezin. En de ideeën die wij zeg maar, in dit geval in gedachten kregen, hebben we proberen uit te voeren. Ja. En dat is dus de aanleiding dat we steeds meer promotie gaan maken of willen maken om die bekendheid te vergroten. Ja. Nu wordt er al heel veel gedaan aan goede doelen. Er zijn van allerlei acties. Wat doet u zoal? Nou ja, wij hebben het idee dus geopperd om de stichting te promoten. We hebben contact gezocht met een drukkerij, flyers laten maken, een aantal posters laten maken. We hebben bedrijven benaderd in de gemeente Lingewaard. Diverse bedrijven. We hebben daar ook flyers geplaatst. Mm-hmm. En middels de flyers wordt er ook bekendheid gegeven dat ze eventueel geld kunnen doneren. En dat we als tegenprestatie eigenlijk het logo van het bedrijf op de Facebookpagina zouden kunnen plaatsen. Ja. Als ze dat willen. Dan moeten ze dat sturen naar het Gmail-account. En dan wordt daar zeg maar, op die manier een kleine tegenprestatie geleverd om reclame te maken. Ja, ja. Hoe gaat u de stichting tijdens het wandelen onder de aandacht brengen? Tijdens het wandelen proberen we, via een shirtje hebben we, Lisa en ik hebben samen een shirt aangeschaft. Die hebben we laten bedrukken met de tekst van ik loop voor Stichting Alström. En op die manier proberen we dat dus onder de wandelaars in beeld te brengen. Mm-hmm. En verder via een vlag die ik, een soort vlag, eigengemaakte vlag, waar dat een poster aan hangt. En eventueel wat uitdelen van flyers. Ja. En dan nog in de verzorgingstent van het werk van mij. Ik werk bij de provincie Gelderland. We hebben daar tijdens het parcours, tijdens de Vierdaagse, een verzorgingstent. En via die tent wordt er ook nog aandacht aan geschonken. Ook middels flyers, posters. En er staat ook een collectebus. Collega's van mij die als vrijwilliger zeg maar, die tent bemensen, die hebben ook aangeboden om daar via dat kanaal eindelijk aandacht te vragen. Ja. Als mensen nu willen doneren, hoe doen ze dat?
Ja, het liefst hebben we eigenlijk dat ze de donatie overmaken op het, rechtstreeks op het bankrekeningnummer van de stichting. Ja. Ja, en willen ze graag een kleine bijdrage contant doneren, dan ja, wat ik net al aangaf, bij verschillende zaken in de gemeente Lingewaard staan een collecteblik met aandacht voor de actie. En anders zouden ze ja, of het bij ons af kunnen geven, of eventueel ja, misschien wel via jullie iets kunnen doen. Ja. Deze promotie, deze actie, stopt die na de Vierdaagse? Zoals het nu voor staat, willen we eigenlijk wel verder gaan. Het zal misschien op een iets lager pitje komen te staan de komende periode. Maar we hebben wel de intentie om ja, wellicht volgend jaar ook weer op ja, andere manieren misschien weer meer bekendheid ervoor te vragen. Mm-hmm. En dan ook weer andere bedrijven weer te gaan benaderen. Via Gladiola, wat is dat? Ja, dat is een ja, geweldige ervaring als je die eindstreep mag halen. Ja, het is een geweldige mensenmassa en ja, afhankelijk van het weer, maar over het algemeen een geweldige feeststemming. Ja, leuke reacties van wildvreemde mensen die met bloemen naar je toe komen, de duim omhoog steken. Ja, je kunt ze gek niet bedenken. En ik heb hem dan verschillende keren uit mogen lopen en het is nog iedere keer, op dat moment lopen de rillingen over de rug. Ja. En zeker op het moment, ja, als je dan samen met je dochter die eindstreep mag halen, ben je toch wel erg trots. Nou, wij wensen natuurlijk Albert en Lisa heel veel succes met hun actie. En bovenal heel veel wandelplezier. Nou, aan het begin zei ik al, het is vandaag een korte uitzending. En dat heeft te maken dat we deze week deel uitmaken van Vierdaagse TV. Dat houdt in dat wij het signaal wat we krijgen van de centrale redactie, dat we dat één op één, zoals dat zo mooi heet, doorzenden. Dat heeft te maken met televisie, maar ook met radio. Dus onze radiomensen hebben als het ware een weekje vakantie. De uitzending waar u nu naar zit te kijken, die zetten we op YouTube. Want de herhalingen vervallen deze week. Dus u gaat naar de website www.lingewaardlokaal.tv. U klikt op uitzending gemist. Of u gaat helemaal onderaan naar onze pagina. Daar staat YouTube, daar klikt u op. En daar zal die, als alles met de techniek loopt zoals het lopen moet, maandagavond uiterlijk opstaan. Nou, dat was het voor vandaag. We wensen u heel veel plezier als u gaat kijken naar de Nijmeegse Vierdaagse. Misschien komt u ons ook nog wel tegen. Zeer zeker bij de doorkomst in Bemmel en de doorkomst in Huissen. Voor de rest een hele fijne dag. Vergeet u niet, er is weer vuurwerk deze week met de Vierdaagse. En wij zien u graag volgende week zondag weer terug. Fijne dag verder.